Ja, al maanden. Al maanden, ja. Tegen mensen zeggen mij, Harry, ga nou, doe mij nou een lol en ga nou eens kijken naar die Formule 1. En steeds maar weer, dat is zo leuk, die Formule 1. Doe dat nou, ga nou kijken. En ik steeds meer, jongens, hou op met die Formule 1. Ik heb daar geen zin in. Dat is niks voor mij en laat gaan. Nee, echt doen. Nou, dus wat doe ik dan vandaag? Ik ga zitten, opgewekt. Ik denk, nou, ik ga vandaag mezelf dwingen om Formule 1 te kijken. Nou, heb ik gedaan. Hallo, hé. Is dat even wat? Die Formule 1? Zo, dat was even goed saai, zeg. Dus die Hamilton die begint. En die rondje 1, die ligt voor. En die geeft nooit meer af. En die kijkt niet meer om. En dat is het dan. En dat is dan Formule 1. En verder gebeurt er geen ene malle moer. Nou ja, zeg. En dus ik kan dan beter naar schaatsen gaan zitten kijken. Ja, en die Max Verstappen, die is gewoon kansloos. En wij weten allemaal natuurlijk dat die Max Verstappen, dat is natuurlijk een supertalent. Die kan het echt heel goed. Ja, geen kans. Dat is gewoon, als je, Messi, die zet je in het elftal bij Kozakke Boys. Ja, dat is het. Ja, en die Messi die kan doen en laten wat hij wil. En dribbelen en geweldige acties en vrije trappen. Maar die gaat natuurlijk, gaat onze Messi, gaat natuurlijk nooit de Champions League winnen. Nee, natuurlijk met Kozakke Boys. Nee, natuurlijk niet. Nou, wat wil je nou? Dus dan zitten we Max Verstappen. Zitten we in en dan gaan we nu in een mindere auto. En dan kan je sturen wat hij wil. En geen kans. Luister, ik heb geen verstand van Formule 1. Maar totaal niet. Van die banden en gedoe en weet ik veel wat allemaal. En met vleugels en achterdingen. Ik heb er geen verstand van. Maar ik weet wel dat die jongens van Mercedes, die gaan gewoon harder. Ja. Dus, wat moet er nou gebeuren? Willen wij, want wij Nederlanders, ja, nu zijn we in één keer mag ze stappen. Wat moet er nou gebeuren? Wil hij ooit wereldkampioen worden? Dan moet hij dus weg met die Red Bull. Ja, dat is toch duidelijk? Ja, dus dan moet hij als een speer naar Mercedes en dan moet hij in zo'n auto komen. En dan wordt hij wereldkampioen. Ja, zo simpel is dat Formule 1. Maar luister eens even goed, jongens. Hey, één ding is wel heel erg zeker. Ja, dat Formule 1 wint het echt niet van voetbal.